Dr. Plesman neemt op Schiphol afscheid van de bemanning van de Constellation Utrecht. Met dit toestel zal de openingsvlucht gemaakt worden van de geregelde dienst tussen Amsterdam en Tokio. Op uitnodiging van de KLM maken ongeveer 15 journalisten, een bioreporter en een cameraman van Polygon Profilty deze reis mee. Verder zijn er nog een zestal gewone passagiers. Precies op de vastgestelde tijd om 7 uur 's avonds rolt de Utrecht van het platform naar de startbaan, om even later op te stijgen voor de eerste etappe naar Frankfurt. Vandaar gaat zij in één ruk verder naar Damascus. Tot Bagdad staat de machine onder commando van gezagvoerder Scholtmeijer. Een duizelingwekkende hoeveelheid metertjes en wijzers vertelt de bemanning precies hoe de zaken ervoor staan. De navigator zorgt er onder andere met behulp van het radiokompas voor dat geen haarbreed van de koers wordt afgeweken. De passagiers intussen zijn voor het merendeel na het diner in Frankfurt in slaap gesukkeld. Tot Damascus is het 8,5 uur vliegen. Als de dag aanbreekt is de Utrecht al boven het vasteland van Klein-Azië. In het wazige ochtendlicht glijdt zij op de Syrische hoofdstad Damascus aan. Van hier verder voor de derde etappe naar Bagdad, de hoofdstad van Irak. Het is dan tijd geworden voor het ontbijt. Vanuit de kleine kombuis van deze moderne vliegende Hollander reikt de steward de maaltijden over aan de stewardess, die bij geen van de passagiers vergeefs aanklopt. De heer Luger, een der journalisten, is bijzonder met haar komst ingenomen. Dr. Van Blankenstein niet minder. Andere journalisten, onder wie de heer Godery, zijn al bezig hun eerste reisindrukken op papier te zetten. Bagdad, de stad uit de 1001 nacht, gelegen aan de rivier de Tigris, bereikte Utrecht omstreeks het middaguur. Hier zijn we in het warme hart van Voor-Azië. Jammer dat de autoriteiten geen toestemming verleenden om buiten het vliegveld filmopnamen te maken. Nadat de machine is volgetankt, start zij om 1:30 'smiddags weer voor de sprong naar Karachi. Aan de stuurknuppel zit na Bagdad gezagvoerder Herdman, die met een geheel nieuwe bemanning de ploeg van gezagvoerder Scholtmeijer heeft afgelost. Aan boord gaan de reizigers nu een wandelingetje maken om de stijve ledematen wat te ontspannen. De tocht voert over Iran en over het Koerhoedgebergte, dat als een stoppelige akker onder de machine doorglijdt. Vlieghoogte is ongeveer 5000 meter. In Karachi, de hoofdstad van Pakistan, komt de Utrecht in donker aan. Het daaropvolgende traject naar Bangkok werd voor het grootste deel weer in daglicht afgelegd. India echter, het land van Gandhi en Nehru, bleef aan het oog onttrokken door kolossale wolkengevaarten. Maar er was wel zicht boven Birma, een door vele rivieren doorsneden land. Om 11 uur in de morgen van de tweede dag landt de Utrecht in Bangkok, de hoofdstad van Siam. Hier zijn we in het gebied van de rijst. Bangkok zelf is een centrum van boeddhistische cultuur. Op talloze plaatsen in de stad vindt men tempels die meestal op hoge punten liggen en rijk versierd zijn. Aan de tempels zijn steeds kloosters verbonden waarin de boeddhistische monniken wonen. Van hier werd gestart voor de laatste twee etappes via Manila naar Tokio. In Manila, waar men 's avonds weer in donker aankwam, werd opnieuw van bemanning gewisseld. Aan gezagvoerder Paap was de taak toevertrouwd de machine naar Tokio te brengen. Toen de dag aanbrak, passeerde de Utrecht op grote hoogte Japans heilige berg, de met sneeuw bedekte Fujiyama. Korte tijd later vloog zij boven het industriegebied van Tokio, dat uit talloze schoorstenen grote rookpluimen de lucht inzond. Op het vliegveld Haneda zette commandant Paap de Connie 1/2 uur te vroeg aan de grond. In 60 uur had zij een afstand van 15.700 kilometer overbrugd. Zoals het een goed reporter betaamt, was onze cameraman de eerste die aan land stapte. Hij werd begroet door de perschef van de KLM, de heer Vogels. De opening van de luchtlijn Amsterdam-Tokio was een feit geworden. Ter gelegenheid daarvan werd de volgende morgen in de stad een Nederlands eikenboompje geplant door mevrouw Versteeg, de echtgenote van de onderdirecteur van de KLM en de gouverneur van Tokio. Het was de officiële afsluiting van een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van onze nationale luchtvaart. Het staat allemaal in enkele simpele woorden vermeld op dit houten bord. En zo is dan een Nederlandse goodwillmissie in Tokio aangekomen. Wij geven u tot besluit enkele impressies van deze metropool, die op dit ogenblik 7 miljoen inwoners telt en die nu dankzij de nieuwe verbinding slechts 2,5 dag vliegens van ons land verwijderd ligt.